Op 24 april namen verschillende studentenclubs het tegen elkaar op in een 12 uur durende loopwedstrijd op het Sint-Pietersplein in Gent. Na de aanslag in Boston vroegen wij ons af hoe het zit met de veiligheidsmaatregelen op sportevenementen. We hebben sowieso een veiligheidsplan dat we moeten indienen bij Stad Gent en bij politie en brandweer. Daarnaast hebben we ook veiligheidsroutes, waardoor dat de veiligheidsdiensten heel snel ter plaatse kunnen zijn. Vlaamse Kruis staat hier ook, voor als er ongevallen gebeuren, dat zij direct kunnen ingrijpen. En verder kunnen we ook alles direct openzetten van nooduitgangen, van naders, zodat iedereen direct van het plein kan. Het Vlaamse Kruis is goed voorbereid. Ze staan klaar voor eventuele gewonden. U houdt dat altijd natuurlijk in je achterhoofd, hè. Wij moeten altijd voorzien zijn op onvoorziene zaken. En we hebben ook altijd meer materiaal bij dan dat we eigenlijk strikt nodig hebben voor het evenement. Ondanks de aanslag in Boston voelen de toeschouwers op de 12 uren loop zich wel veilig. Er zijn niet echt extremistische bewegingen die echt tegen België zijn. Dus ik denk niet dat er veel kans is dat dat zo hier gebeurt. Dus, ja. Vrij rustig uit, dus ik denk niet dat dat hier kan gebeuren. Ik vind dat die redelijk georganiseerd is. Ik zie nu wel geen beveiliging en misschien is dat omdat het niet nodig is, maar ik ben niet echt bang. Ook de organisatie is er gerust in dat er geen aanslag zal gebeuren. Deze loopevenement is niet zo groot als dat in Boston natuurlijk. Langs de andere kant is Amerika natuurlijk wel een groter doelwit voor dergelijke dingen dan België. België is nogal neutraal op dat vlak, dus ik denk niet dat wij veel moeten vrezen voor zo'n bomaanslag, maar je weet natuurlijk maar nooit. Toch heeft de organisatie extra maatregelen genomen om incidenten te voorkomen. Er zijn extra patrouilles, ook aangezien dat er een kleine melding was geweest van iemand die een rookbom wou opsteken. Maar dat is nog altijd niet gezien en er zijn extra patrouilles om dat in de oog te houden. De organisatie zorgt ervoor dat alles vlot verloopt en de aanwezigen genieten vooral van het evenement. Van een onveilig gevoel is er geen sprake.